eerst de lyrics. Kom zijn. Adem in, we gaan spelen op de mond. Gaan samenballen. Zo kom dat in die en de varkens die de belling had. Upload op zijn YouTube kanaal. Een hele goede morgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Bellingraad familievloggers. De Bellingraad familievloggers. En het is vandaag lekker weekend, Luxie. Oh, dat is mama's bril. Wij zijn vrij, ja zeker. Ja. Luxie, kom je mij even de bril brengen? Hey. Kom je mij de bril brengen? Ik had jou nog niet zo vaak gezien. Oeh. Hallo. Dat is de bril. Ja, Luxie die is al wakker vanaf 5 uur. Dus mama en Luxie zijn al heel lang wakker. En Luan die is een uitslaper, dus die is als laatste gekomen. En Lucilla die was na Luxie al wakker geworden, dus die is ook al een tijdje boven. Ja. Mm, het is vandaag zaterdag, dus het is lekker weekend. We kunnen lekker uitslapen. Ja, Pippeke? Maar ik heb echt helemaal niks gehoord. Dat heb ik niet gehoord. Dat jullie naar beneden gingen, ook van Lucilla. Helemaal niet. Toen sliep je. Toen sliepen jullie. Maar soms kan je wel iets gaan horen. Ja, Luxie, ja. Ja. Maar als je heel lekker slaapt, dan hoor je dat niet. Ze loopt trouwens al wel heel erg goed, maar nog niet los. Dus ze loopt alleen nog maar zo aan de hand of ergens langs. Ja. Maar, ik weet nou niet of ze met één handje. Probeer maar. Probeer eens één handje. Ja. Ja, lopen. Nee. Eens even kijken. Dit is jouw kast. Deze. Welke? Deze. Deze met Anna en Elsa erop? Nou, oké dan. Doen we die aan. Oké, deze aan. Dan kijken we heel even toe. Altijd dit. Mm-hmm. En dan loop. Dan gaat die aan. Oh, maar dat kunnen wij ook wel doen. Lucilla zegt met Here I Am, die kinderfilmpjes, die Engelse kinderfilmpjes. Ja. Doen ze altijd draaien, het kindje. En dan heeft hij een andere jurk aan. Ja. Dat wil jij ook doen? Ja. Nou, dat kan mama wel editen. Moet jij echt super hard gaan draaien. Dan gaat mama het zo editen, goed? Nou, 1, 2, 3. Draaien. En tadaa! Kijk, Lucilla heeft een andere outfit aan. Nou, Lucilla wilt 2 invlechtjes in haar haren. Dus ik ga even weer een poging wagen. Ik ben niet de allerbeste vlechter, maar ik doe mijn best. En 2 kleine invlechtjes, dat moet me wel lukken. Hé, Sil? Gaan we dat doen. Tadaa, de vlechtjes zijn klaar. Ik weet het jongens, het verdient niet de schoonheidsprijs. Maar ik vind wel, voor mijn doen heb ik het prima gedaan. Ik moet het gewoon nog wel vaker doen, dan wordt mama er steeds beter in. Ze wil ook nog een lippenstiftje. Nou, omdat het weekend is. Ja. Mama gaat even iets leuks opzetten. De DVD van Dirk Schelen. Vind je dat leuk? Ja? Nou, ze zijn lekker op de bank geploft. Luxie staat hier ook bij. En dan gaan we eens eventjes een leuk dvd'tje opzetten. Hey, hallo allemaal. Wat leuk. Wat heb je daar, schatje? Vind je dat ook leuk? Lucilla, wat heb jij nou weer gedaan? Woezel, wat heb je in je haar? Woezel is toch geen meisje? Dit is overigens geen elastiekje, maar een clipje. En wie staat hier te strijken? Dat is de ideale wasman. Bijna. Goed bezig, joh. Hey, mijn roze trui. Ja. Hè? Dan kan we weer... Hey, jongen. Zijde glad in de kast. Hey, jongen, was je lekker aan het spelen op je kamer? Zomaar. Lekker tikje. Lekker tikje. Luxie is ook gek op andere randjes. Ja, eerst waren het banaantjes. Jij niet? Nee. Jij niet? Ah, wat vind jij lekker dan? Druiven. Druiven, ja. Banaan. Maar niet de bruine banaan. Geen bruine banaan, nee. Oh, Luxie die heeft al een paar hapjes op te zien. Schatje. Vind je dit zo lekker? Volgens mij heeft ze de halve mandarijn in de mond gestopt. Vind je dit zo lekker, schatje? Ja. Oh, ja, hier is die. Oh, ze stopt in je mond. Dat moet je niet helemaal doen. Dat moet je niet helemaal in je mond doen. Wat? Een klein stukje, schatje.
Als mama even niet oplet. Oh, schatje. Oh. Oh, ho, ho. Zo groot is jouw mondje nog niet. Kun je dat niks zien? Zo groot is je mondje nog niet. Nee, dat kan toch niet allemaal in je mond. Dat kan toch niet? Mama even doekje pakken. Nee, dat gaat niet. Dat gaat toch niet? Hé? Hey? Dat gaat toch niet? Mama moet even een doekje pakken. Schatje. Papa die kan een mandarijn in één keer in zijn mond doen. Maar jij nog niet? Nee. 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 Schatje. Oh, liefie. Dat is zo gek op mandarijn. Ja, dat is zo gek op mandarijn. Volgens mij eet ze ook nog echt een monopoot. Gaat goed, hè? Hé, hey, dat gaat goed met dat buikie. Dat gaat goed met de buikie. Wij hebben de jassen weer aan. Het regent buiten, Luxie. Wij gaan even naar de supermarkt toe. Even wat lekkers halen voor vanmiddag. Want we krijgen ontzettend leuk bezoek. Dus Luan, Lucilla, Luxie. Maar weet je gaan waar jullie Lucilla mee? Is? Ik weet niet waar Lucilla is. Lucilla? 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 Hier zit ze. Oh, daar is Lucilla. Oh, ik dacht al dat je in de kast verstopt. Zat je in de kast verstopt, schatje? Nou, gaan jullie mee naar de supermarkt? Ja. Wat gaan we halen in de supermarkt? Wat vinden jullie lekker? Wat wil jij halen in de supermarkt? Chocola. Chocola? Ik weet het toch wat niet. Wat wil jij halen? Ik weet het niet. Jij gaat nog even kijken. Ja. En jij? En jij? En jij? Wat wil jij in de supermarkt? Ze heeft haar mond nog steeds vol met dat mandarijntje. Die moet ze er niet uit doen. Wat dan? Oh, jij praat voor Luxie. Voor Luxie. Ik denk ook, kan Luxie praten? Luxie, wat wil jij kopen bij de supermarkt? Ik weet het al. Hele kleine cakejes. Kleine cakejes? Vind je die zo lekker dan? Ja. Oké, okay, nou, ga je mee? Ik ga best wel in de supermarkt heen, want met het vieze weer is het niet lekker wandelen. Ik vind het niet leuk, hè, zo'n wagens. Ja. Even Luan. Wauw. En een van Lucilla. Oh, en Luxie ook een, hè? Je moet naar beneden klappen. Allebei eentje. Jij mag eentje. En jij ook eentje. Goed zo, doe maar het karretje. Oké, nou op zoek naar taartjes, hè? Oh, en druiven ook nog. Ja, allebei eentje. Oh, ja. Goed zo. Ja. Hartstikke goed. Oké. Gaan we weer verder. Wat heb je daar zitten? Hé, hey, heb je daar je Sky zitten? En wat heb jij? Oh, je hebt je muntjes dingetje hier, daar. Ja, die zit hier vast. Oh ja, oh ja. Hartstikke goed. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Oh ja, Sky moet natuurlijk wel goed warm zitten, hè? Ja. Dus krijgt Sky het koud. Oké, okay, dan gaan we weer. Dan gaan we weer, Luxie. Ja, op naar de taartjes. Op de taartjes. Het ziet er wel lekker uit. Die met die aardbeien. Ja. Wat vind jij leuk, Sil? Die? Ook die aardbeien. Oké. Okay. Dan doen we de aardbeien. Kan je erbij? Ik moet dan alleen één keer van smaken. Oké, okay, noem maar aan elkaar. Oké, okay, nou dan kunnen we naar de kassa. Ik was even naar het postkantoor. Twee pakketjes heb ik. Maar de derde ligt in een ander postkantoor. Dus op de kassa. Goed zo, ligt alles nog op de wacht. Goed zo. Super goede hulp. En daar is Lucilla haar wagentje. Pak jij een muntje? Tup! En daar komt Luan's wagentje. Nou. En we zijn geslaagd. Op naar huis, want de visite komt. Ik heb even lekker een boterhammetje gesmeerd. De kinderen zijn ook even lekker een boterhammetje aan het eten. En Daniel die is de hond aan het uitlaten. En volgens mij komt hij daar aan. Lekkere, gezonde aardbeidjes. Ik vroeg net aan mijn liefste, wil je een lekker bolletje met makreel? Een bolletje met makreel? Heb je twee witte bolletjes? Ja, en dan ga je dat visje slachten. Dan ga ik als een visboertje, kijk zo. Dat is eigenlijk hup, 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 Bellingham. Oeh, truc. Ik vind het er altijd zo eng uitziet. Vooral dat kopje. Wat doe je met kopje? Oh, kopje ja? En camouflage.
Het kopje. Oh, Lucilla vindt het altijd zielig, hè? Zegt ze. Lucilla zegt altijd, ik vind het zielig voor de vis. Oh, nee. Vind ik heel lief dat jij dat altijd zegt. Ja, zielig voor de vis. Ja, oh, schatje. Ja. Oeh, lekker. Ja. Lekker, lekker bolletje. Zou Luxie dit lusten? Een makreeltje. Hoef maar. Doe maar eten. Oh. Oh, waar is die nou? Oh. Ja, lekker. Lekker. Nee, Luxie wil het niet eten, jongens. Is er nog een liefhebber voor een stukje makreel? Proeven? Echt niet? Leeuwen, wil je proeven? Proeven. Alleen proeven. Is vis. Super, super gezond. Een beetje zoals kibbeling. Ja, Luxie wel, hè? Doe maar eten. Luxie, ja, pak maar, Luxie. Pak maar. Het had nog opa erop. Pak maar. Ja, oh, kijk, ze doet het in de mond. Ja, oh, toch niet. Oeh, de vlinderprinses met de vlinderkroon. Luan die heeft hier iets heel erg moois gemaakt, jongen. Wat heb je hier gemaakt? Wat is dat? Zo, wat een kunstwerk. Een Belgenjurk. Wauw. En wat een veel werk met al die blokjes, jongen. Ja, oh, mega mooi. Ja, maar wel heel mooi, hoor. Dank je. Heel erg mooi. Wie belt er? Pak jij maar op. Welke moet ik? Groen. Hallo. Hallo, Dirk. Welkom in Zollywood. Waar is Lucilla nou? Daar is Lucilla! Ben je voor Dirk in het verstoppen? Ja? Vind je het een beetje spannend? Hey, dit is wel grappig, hè? Jullie zingen heel veel liedjes van Dirk en dan komt Dirk hier opeens op bezoek. In het sprookjes. Nou, ze vinden het heel erg leuk, maar ze vinden het stiekem ook een klein beetje spannend. Want Dirk is voor hun natuurlijk ook gewoon echt iemand van televisie, zeg maar. Hey, goedemiddag. Welkom. Welkom, Dirk. Ik kom even op me zitten. Dat is gezellig. En ik had mijn gitaar ook al bij me. Wow. Zo. Nou, het komt verder. Welkom in ons huisje. Want opeens staat hij hier in de kamer. Ik kom even op bezoek, ja. Ja, vanochtend hadden ze hier een dvd aan staan. Gaar. En dan komt zo de tv hier even thuis. Ja, wat leuk. Wat vonden jullie leuk hier? Ja, dankjewel. Welkom. Ja. Waarom vind je het zo spannend, Luan? Nou, omdat dit mijn tweede keer is dat ik Dirk zie. Ja, ja, we hebben hem ook al een keertje eerder ontmoet op een Nickelodeon festival was het volgens mij. Daar ontstond het leuke contact. Dus hadden we gegevens uitgewisseld. En toen zei hij, oh, vind je het leuk als ik een keer bij jullie op bezoek kom? Zodoende dat hij vandaag eens hier is. Maar Leon en Lucilla die zitten helemaal, ze kijken van, hè? Ze kijken best wel veel de liedjes van Dirk Schelen. En we hebben ook de dvd. Dus ze zijn helemaal verontwaardigd dat hij hier nou echt in de woonkamer staat. Dat is voor hun natuurlijk heel raar, hè? Oh ja! Wat? Toen kwam ik nog rennen naar dat Dirk zei, zou ik eerst op bezoek komen? Ja, dat zei hij toen. Weet je dat nog? Ja, en hij heeft zijn woord gehouden. Nou is hij bij ons op bezoek. En hij heeft net een optreden gehad, zei hij. Dus hij komt nu vanuit zijn optreden eventjes bij de Wellinga's op visite. En ze wou haar mooie vlinderjurk voor Dirk aandoen, hè? Ja, oh, schatje. Hij pakt nou nog even wat uit de auto, zei hij. Oh, dus hij is even, wat? Allemaal oplaaspiano's. Oplaaspiano? Wat? Een gitaar. Een oplaasgitaar? Oh, dat moest hij uit de auto halen. Wauw, oplaasgitaar, Luan. Ik heb allemaal spulletjes meegenomen. Oh, wat ik leuk. We zetten het gewoon lekker gezellig in neer. Ah, superleuk. Ja, het is een kleine druk te maken. Ik heb thuis ook een hondje, dit is Sweetie. Sweetie. Oh, dat kunnen ze zeker wel roken, ja. Kijk eens. Die mag jij aan Dirk geven. Nou, lekker taartje. Zo, hé. Lekker. Alsjeblieft. Bon appétit, hè. Met een volle beuk gaan we liedjes zingen, hè. Wat is dit? De gitaar. Moet ik even stemmen? Ik heb een gitaar met zijn snaren. Zullen we lekker wat liedjes gaan zingen? Ja. Ja, leuk. Maar we zitten al een hele tijd, dus zullen we even een beetje gaan bewegen? Met je armen in de lucht allemaal. Klap, klap, klap in je handen. Hoog, hoog, hoog in de lucht. Hoog in de lucht. En met je hoofd schud je ja of nee. Ja. Of. Ja. Wauw. Dit is de boterhamme boogie, smeer die boterham. De boterhamme boogie met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhamme boogie, smeer die boterham. Smeer, smak, smeer, smak, smeer, smak. Ik ken hem helemaal niet. Ja, ik ken hem zo. Ja, laat maar. Waar doen we de rommel? Wat spelen we er bovenop?
De boterham met poerie, smeer die boterham. De boterham met poerie, dat is lekker als het kan. Dit is de boterham met poerie, smeer die boterham. Smeer, smeer, hap, hap, smikkel, smikkel, smak. Kom zo! Smaak. Smaak. Ja, leuk hoor. Zullen we eens liedjes gaan raden? Is dat een leuk idee? Ja. Wilt mama ook een keer zitten? Ja, eigenlijk was het ook een idee van mama. Nou, aangezien de kinderen best wel goed de liedjes kennen van Dirk Schelen, leek het ons wel een leuk idee om de challenge te gaan doen. Finish the lyrics. Dat betekent, maak de tekst af. Dus wat Dirk gaat doen, is hij gaat een liedje zingen. En dan stopt hij op een gegeven moment. En dan gaan we kijken of jullie de tekst verder weten. Is dat een goed idee? Ja, maar moet dan Dirk een klein stukje en dan waarin helemaal? Of, Gewoon zover dat je kan. Oké. Okay, ja? Dan gaan we kijken of het allemaal gaat lukken. Ja. Ja? Zacht twee peren, bootjes smeren. Oh, dat was een wonder. Nou, jullie? Dat was een wonder, wonder. Dat die bieren smeren konden. Ja, helemaal goed. Goed zo. En deze misschien. In de maneschijn, in de maneschijn, klom ik op een trapje naar het raamkozijn. En je raadt het niet, je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet een duizendpoot die schoenen poetje. En dat is één, en dat is vier. Twee. En dat is twee, toch? Vier? Ja, één, vier. Ik heb toch één, vier, toch? Of niet? Nee. Hoe dan? Tel jij dus even goed dan. Dat is één. En dat is... Twee. Oh ja. En dat is drie. En dat is dikke, dikke. Oh, gelukkig dat jij het goed deed. Ik had het helemaal fout. Nou, dan gaan we even kijken of je een Dirkietje kent. Op weg naar leuke dingen, vroom vroom. We gaan rijden in een auto en... Ga ik aan? Oké. Het stuur naar links, het stuur naar rechts. We gaan naar... Links, rechts. En dan? Ja. En dan... Recht? Recht. Door! Vroom vroom. Op weg naar leuke dingen, vroom vroom. Gaan lachen, gieren. En springen. Ja! En zingen. Helemaal goed. Je hebt de allercoolste papa. Nederland en heel Europa. Ja. Er is geen muziekinstrument. Ja, dat deed je goed. Er is geen muziekinstrument. Wat men? Opa, die kent. Goed zo. Speelt op de piano. Ja. En blaast met zijn mond. Op de mond. Monica. Ja! Ja. Helemaal leuk. Hebben jullie trouwens zin om op een mondharmonica te spelen? Ja. Heb je dat trouwens gedaan? Heel veel wel, want we hebben er eentje. Nou, ik heb er een paar in hier. Goede koffers op. Dat zit er allemaal in die koffer. Ja, er zit overal muziekjes mee. Oeh, kijk eens die koffer. Kijk eens, hier heb ik er eentje voor jou. Oh. Geel, hè? Oh. En ik heb een blauwe. Een blauwe. En een groene. En een rode groene. Oh ja, maar misschien een groene bij die mooie jurk. Ja. Luxie. Luxie ook eentje? Ja, Luxie. Oh. Dan zullen we dan even mondharmonica les doen? Ook voor alle kinderen thuis die zitten te kijken. Je blaast. Je ademt in. En je blaast. Ademt in. En je haalt hem heen en weer. Ja. En Daniel en Luxie die gaan drummen. Ja, is dat goed? Ja. Maar je hebt niet de tommel. Oh, je ziet een mooie tommel. Ja.
Papa die heeft de drumstokken. Ja, wij tellen hem af. Gaan we lekker rock and rollen. Daniel op de drums en Luxie op de drum. Ja, ja, ja. We gaan spelen op de mondharmonica. Ja, ja, ja. We gaan spelen op de mondharmonica. Je haalt hem heen en weer. Dat doe je nog een keer. Ja. Je blaast weer uit. Je ademt in. Je blaast weer uit. Dat doe je niet zacht, maar heel erg hard. Ja. Laat voor de start. Laat maar wat. Speel nu snel. Ja, dat kun je wel. We gaan blazen. Op de mondharmonica. Ja. Echte sambalballen. Echte sambalballen. Smakelijk van zouden. 4, 3, 2, 1. Dit is het boek van de week. Dit is de fruitje. Zelfs maar mietje buik. Maakt van veel geluid. Schudden, 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 schudden. Neem je fruit en leef je uit. Is zo grond dat hij niet recht op kan staan. Groot is een meloen. En klein. Kiwi, dan gaan we kiwi pakken. Mijn moeder stapt op de vloer.
met zijn snaren. Heb je geen gitaar? Doe dan alsof en speel met je handen in de lucht. En doe het langzaam of doe het heel erg. Muzikale familie, hoor. Ja, kijk, echt zo mooi. Kijk eens zo met je vinger. Zo. Leuk, hè? Vraag op de kinderboerderij, eigen kind met een aai op de kinderboerderij. We lopen alle dieren samen in de wijk. En nou jullie de geluid maken. En de markens die doen. En de kippen die doen. En de haan die zegt altijd. Kukkelukkie. Oké. En dan ga ik lekker weer swingen, jongens. Op de kinderboerderij. Leggen kippen een ei op de kinderboerderij. We lopen alle die lekker dansen. En de varkens die doen. Nee, nog één keer. De varkens die doen. Ja, en de kippen die doen. Tok, tok, tok. En de cavia die doet. Stip, stip, verstaan. En de lammetjes die doen. Mee. En de haan die zegt altijd. Kluku. En de varkens die doen. En de kippen die doen. Ja, die doet. Stiffie, stiffie, stiffie. En de lammetjes die doen. Meh. En de koetjes die doen. Boe. En de paardjes die doen. En de haan die zegt altijd. Kikkerkoe. En de eentjes doen. Wauw. Zeg, ik heb nog een muzikale verrassing voor jullie. Want onderweg hier naartoe dacht ik, ik maak toch zoveel liedjes. Dus ik heb wat bedacht. En dat is voor jullie leuk en ook voor alle Bellega-fans. Zijn we klaar voor? Tommelgewaffel? Ja! Het zijn de Bellega's, de Bellega's. Driemaal in de rondte van je opsasa. Het zijn de Bellega's, de Bellega's. Driemaal in de rondte van je opsasa. En Vara en Daniel. Lucilla en Luxie. En niet te vergeten. Ah! Zo, en Pip. Het zijn de Bellega's. De Bellega's. Driemaal in de ronde van je opsasa. Het zijn de Bellega's. De Bellega's. Driemaal in de ronde van je opsasa. Iedere dag maken ze een vlog. Volop avonturen. En alle Bellega-fans die kijken, toch? Ja! Het zijn de Bellega's, de Bellega's. Driemaal in de ronde van je opsasa. Het zijn de Bellega's, de Bellega's. Driemaal in de ronde van je opsasa. Met Vara en Daniel. Luan, Lucille en Luxie. Boezel en Pip. En die doen woef, woef. Bellega's, de Bellega's, driemaal in de ronde van je opsasa. Het zijn de Bellega's, de Bellega's, driemaal in de ronde van je opsasa. Het zijn de Bellega's, de Bellega's, driemaal in de ronde van je opsasa. Het zijn de Bellega's, de Bellega's, driemaal in de ronde van je opsasa. Het zijn de Bellega's, de Bellega's. Lieve, lieve, in speciaal, om je op mijn verjaarsfeestje. Lieve, lieve, in.
jullie zijn al zo groot. Het lieve Heersbeestje is nog zo klein, maar dat vind ik wel fijn. Wil je het liedje een keer zingen? Lieve, lieve Heersbeestje, kom je op mijn verjaarsfeestje? Lieve, lieve Heersbeestje, kom je ook zo langs? Mooi hoor, als ik een keer ziek ben, dan mogen jullie hier voor mij hebben. Als ik een lastige stem heb, kan ik invallen. Ja, dat wist ik al. Dat dacht ik ook al vanochtend. Oh, ik ben betrapt. Waar is die? Hallo. Hallo. Hi. Kippenkabbel. Oh, en dan ben ik ziek, een balletje. Oh, kusje. High five. Is mooi. Oh, en handje. Wow. Hij fluistert in mijn oor. Hij vraagt of hij op mijn gitaar mag spelen. Kan hij dat? Oh. Ik denk het niet. Maar we kunnen het proberen. Ik vind, als je iets wil, moet je het altijd proberen. Hoor maar. Hij doet dat kleine dingetje. Huh? Ja, dat doet hij als het is zijn nagel. Ik wist niet dat hij dat ging doen. T-shirtje voor jullie. En ik heb ook nog wat. Oh, lieve Heersbeestje gaat even aan de kant zo. Pak ik het even, want... Oh, en een DVD. Want jullie vinden het van de bioscoopfilm. Leuk! Oh, ja. En ook eentje van op de boerderij. En eentje van het Sprookjesbos. Oh, Luxie. Dankjewel weer. Ja, ik dacht, ik heb een mooie schuur thuis met allemaal cd's. Ik zag dat. En heb voor jou een lekkere baby-cd. Lucky Ducky Buggy, hele lieve liedjes. Liedjes van de bioscoopfilm en alle liedjes van, heleboel liedjes van, Huis en de Keuken. Wat zeggen jullie dan, toppers? Nou, hey, geef je een dikke high five aan Dirk. Dikke high five. En allemaal een t-shirtje, ja. Zo, dankjewel Dirk. Ja, ik moet even kijken naar de maten, want ik heb verschillende maten. Ik heb gewoon een paar meegenomen. Heel leuk. Ja, leuk, ja. 4, 3, 2, 1. Ja, leuk, ja, dat is leuk. Wel. Ja. Oh. En dan gaan we nog even het allerlaatste liedje doen met z'n allen. Dit is het allerlaatste liedje. We gaan weer weg. Is dat even pech? Dit is het allerlaatste liedje. Maar raak niet van je stuk. Misschien heb je wel geluk. En dan ben je vast weer een volgende keer. Nou, even zwaaien allemaal, tot ziens. Hey, en ik was vandaag bij de Bellinga's op bezoek en ik vond het super gezellig hier. En ik zou het natuurlijk heel leuk vinden als jullie ook mijn YouTube kanaal gaan kijken, Dirk Schelen YouTube kanaal, en als jullie abonneren. Dat zou ik tof vinden. Iedere week een nieuw filmpje, allemaal deze liedjes zie je er allemaal terug. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien, ook op mijn Instagram, Dirk Schelen en Facebook. Nou, en bij mijn optredens natuurlijk in het land. We zien elkaar vast wel weer en ik vond het top bij de Bellinga's. Hey. Ja, dankjewel. Zo, Dirk is inmiddels alweer weg. Het was echt een superleuke visite, Sil. Vond je het leuk? Ja. We gaan nou lekker een hutspot maken. Helemaal? Dus Sula, die wil me helpen. Ja, schatje, helemaal. En dan die. Daar. Ja. En dan gaan we de hutspot erin doen. Hartstikke goed. En dan moet er een beetje water bij. Ja. Oeh, lekker, lekker. Ja, ik heb altijd hele goede hulp in de keuken. En doe de deksel er maar op. Vond je het leuk dat Dirk een liedje had bedacht? Ja. Dat was echt super grappig. Heeft hij gewoon zo in de auto even bedacht. Knap, hè? Ja. Wil je nou dit clipje zien, wat we met Dirk ook hebben opgenomen? Hij heeft het hele liedje geüpload op zijn YouTube-kanaal. Dus kijk even op Dirk Schelen zijn eigen YouTube-kanaal. We zetten de link eventjes onder onze videobeschrijving. En daar kan je het hele videootje zien met het liedje wat Dirk voor ons heeft gemaakt. Dat we met ons hier met z'n allen zingen in de kamer. Nu, ik zie mama heeft de hutspot klaar. Lekkere hutspot met een lekker wasje. Niet smakelijk. Nog één. Oh, ik moet even blazen. Heel hard blazen. 1, 2. Dat was bij mij. De afsluiting die hadden we al met Dirk Schelen gedaan. Dus straks toen hij hier nog was. Die laten we jullie...
Die laten we jullie nu dus zien. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. En natuurlijk even bij Dirk op het kanaal te kijken. En we zien jullie graag weer morgen in een nieuwe vlog. Doei! Woe! Volg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee.